Welkom in de raadzaal van Almelo. Je woont in de democratie. Democratie betekent het volk regeert. Dan moet je wel weten wat, hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Nou, dat gaan we vanmiddag dan ook doen. We gaan vanmiddag daadwerkelijk ook de gemeentelijke democratie naspelen. Vandaag heb ik Marieke, die mij helpt. Marieke, mag ik jou het woord even geven? Ik ben raadslid hier en dat is het enige wat ik in de politiek verschrikkelijk leuk vind. Vandaag ben ik even jullie wethouder, maar jullie zijn vandaag ook raadsleden en dat ben je normaal ook niet. En ik ben normaal ook geen wethouder, maar voor één keer vind ik dat dan ook wel weer leuk om te doen. Geachte raadsleden, welkom bij deze vergadering. We zijn hier vandaag samen om een beslissing te nemen over een voorstel wat de wethouder zo meteen zal toelichten. En zonder te dralen wil ik mevrouw Wethouder het woord geven. Dank u wel, voorzitter. U heeft allemaal het voorstel kunnen lezen dat we 50.000 euro willen besteden aan de buslijnen. Daarbij wil ik nog even duidelijk maken dat de provincie daarbovenop ook 50.000 euro geeft, maar alleen als we de buslijnen. Wat we aan de buslijnen besteden, alleen dat bedrag krijgen wij dus ook van de provincie. Dus dat is totaal een ton, tenzij u zegt, nou ik wil 25.000 besteden aan het fietspad en 25.000 aan de buslijn. Dan krijgen we dus maar 25.000 erbij van de provincie. Onze voorstel is om eerst een referendum te houden over wat het volk vindt, omdat het ook wel heel belangrijk is voor onze levende democratie. Dat het volk kan beslissen wat ze liefst willen in deze gemeente. Maar ons voorstel is dat de studenten kunnen tegenwoordig toch allemaal gratis reizen. Dus het lijkt ons handiger om een openbaar vervoer aan te gaan pakken. Dus we willen een amendement indienen. We zijn van mening dat alle beide problemen moeten worden aangepakt. En we kiezen dus voor beide kanten. Voor het fietspad willen we 25.000 euro investeren. Het riool wordt ook al aangepakt, maar willen we ook voor de verlichting. En de bomen en de water zo vervangen of zoiets. Wij hebben als standpunt, als lokaal belang, daarbij dat wij 80% van het bedrag willen wij voor het openbaar vervoer beschikbaar hebben om nieuwe bussen erbij te krijgen en de oude bussen op te kunnen knappen. En daarbij willen wij 20% voor eventuele verbetering van het fietspad nadat het klaar is met het riool. Vervolgens is ons voorstel dat we 20.000 euro aan het fietspad gaan uitgeven. Dat gaan we uitgeven aan verlichting, aan stoplichten en aan verbetering van het fietspad. Ja, omdat er sowieso al vanuit het riool een stuk nieuw fietspad aangelegd. Dus doen we een schepje bovenop van geen fietspad. We gooien 30.000 euro naar de bussen. We krijgen vervolgens 30.000 bij van de provincie, maar 60.000 euro. Dank u wel.